en welkom bij een gloednieuwe Sunday video. Zoals je kunt zien ben ik vandaag niet alleen. Nee. Ik zit naast Bibi. Woe. Vandaag gaan we echt iets ontzettend leuks doen. Namelijk de Spicy vs. Sweet Challenge. Ik heb er ontzettend veel zin in. Maar voordat we gaan beginnen hebben we nog een hele leuke challenge voor jou. Namelijk om deze video een duimpje omhoog te geven. Alleen welke hand moet je hiervoor gebruiken? Dat hangt ervan af. Je moet kiezen tussen spicy of sweet. Vind jij nou zoet de allerlekkerste smaak? Geef dus jullie dan een hele dikke duim omhoog met je rechterhand. Yes. En heb je zoiets van, ik vind pittig veel lekkerder. Gebruik dan je linkerhand om op dat duimpje omhoog te klikken. Vergeet daarbij ook zeker niet om nog eens eventjes op dat belletje te klikken dat naast de abonneerknop staat. Want op die manier blijf je altijd op de hoogte van elke nieuwe video die ik upload. En hoef je er nooit meer eentje te missen. Voor degenen die misschien nog niet helemaal weten hoe de challenge te werk gaat, hebben we hier een korte uitleg. Voor ons staan twee prachtige kommen. En hieronder zit eten verstopt. Oké, nog niet. Zometeen wel. Nog niet. Dus onder één kom zit iets pittigs en de ander zit iets zoets. Ik hou persoonlijk echt heel erg veel van zoet eten. Dus dat vind ik lekker. En jij? Ik ook. I love zoet eten. Oké, dan weten we allebei in ieder geval dat we zeker niet de pittige willen. Maar iemand anders zet dit eronder. Dus we hebben geen idee wat er allemaal onder zit. Dus we mogen het een beetje aanvoelen. En als je zoiets hebt van, ik denk dat ik iets pittigs heb, dan mag jij besluiten om het te ruilen. Of misschien niet. Dat gaan we nog wel zien. En dat is natuurlijk heel erg spannend om dan te kijken wat er onder je kom zit. En dan moet je het ook inderdaad opeten. Spannend. Ja, ik vind het ook heel erg spannend. Ronde 1. Wie gaat er nu omruilen? Zullen we steen, papier, schaar doen? Laten we dat. Dat is een goeie. Maar dan ben ik heel slecht. Ja, ik ook. Ik ga nog een keer. Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Nee! Steen, papier, schaar. Laatste. Steen, papier, schaar. Nou! Steen, papier, schaar. Yes! Finally! Nou, je verdient het. Wil ik het ruilen? Ja, wat denk je erin? Voel ik iets pittigs? Ja, je moet nu wel eventjes je telepathische krachten aanzetten. Wat dit denk voelt je? Veel zachter dan deze ja? Zo hard zit. Dit voelt spicy, dit is zoet. Ja, ik weet het niet. Zal ik hem ruilen? Ik ga hem ruilen. Ja, ga je ruilen? Oké. Nou, ik geef het lekker aan jou. Iets hards, is dat goed? Heel plezier. Ik heb geen idee. I hope so. Ik weet ook niet wat ik ervan kan verwachten. Oké. 3, 2, 1. Yes! No! Ja! Oh, gelukkig! Oh, daar ben ik echt niet blij mee. Okay. Ik wel. Bibi heeft een chocola in de vorm van een PlayStation controller. Yes. En ik heb een snoepje en daarop staat hot tamales. Oh, misschien kan je mij er wel mee controlen. Probeer het eens. Ja. Bibi, wat doe je? Wat doe je? Hey. En go. Oh, heftig. Wow, wow. Arts. Can you do it? Can you do it? Ah! Oké, wel. Is het heet? Een beetje wel, maar ook wel een beetje lekker. Op zich vond ik dit niet zo heel erg slecht. Wat mij betreft kunnen we doorgaan naar... Ronde 2. Woe. Er zitten weer hele nieuwe dingetjes op. Net was het jouw beurt, dus ik denk dat het nu mijn beurt is om zeker te ruilen of niet. Ik heb het gevoel dat hier iets pittigs onder ligt. Okay. Dus weet je wat ik ga doen? Ik ga dit gewoon... Ik ga het houden. Oké. Ja. Ben je het mee eens? Ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Ik hoop het. En... Go! Oh! Oh! Heel erg fijn. Hou je van dit? Ja, dit vind ik dus echt heel lekker. Het is dus marshmallow fluff. En dat betekent dus dat dit zoet is. En dan heb ik natuurlijk weer het pittige. Ik voel me schuldig voor jou. Nee, het is mijn eigen schuld. Dit is Cheetos popcorn, maar dan pittig. Pittige popcorn. Pittige popcorn! Wow. Oh, nou dat ging al goed. Wow. Dat ziet er best wel heftig uit. Hoe ziet het eruit? Het heftig. Ja, dat bedoel ik. Wow. Dat is super rood. Ja, 3, 2, 1. Oh, ik heb er precies 1. Wow. Oh, lekker. Oh, pittig. Wow. Oké, nou, wat mij betreft, deze is geslaagd. En deze is ook... Ja. Heel erg geslaagd. Ronde 3. Het ziet er gewoon precies hetzelfde uit als altijd. Dat klopt. Maar dit keer is het aan jou om te ruilen of niet. Oké, ik ga denk ik huilen. Oké. Ik ga denk ik houden. Ja, houden. Dat klinkt nog beter. Ik denk dat dit zoet is. Ja, ik denk het. Oké. 3, dit is 2, 1, go. Ja! Nee, joh. Yes! Oh, ben ik blij. Het is een bean boezeld, maar dan heet. What? Er staat op de achterkant warning.
extremely hot. Uh-oh. Ik heb een gigantische Ferrero Rocher. Ja, dat ken ik dus wel. Dit is zo lekker. Dat heeft mijn oma dat is zo lekker. Oké, ik ga gewoon draaien en dan pak ik degene. Oké, is goed. Ik ben heel benieuwd. Op de oranje. Habanero. Dat is een hele hete peper. Uh-oh. Ik heb hier een oranje. Ik wacht even op Camila. Ja, is goed. Okay. Ik ben er bijna. Okay. Ja! Wow! Okay. Let's do it. Dit is één. Ha. Oh. Mmm. Heet. Is er echt heet? Heel heet. Heel heet. Je gezicht begint echt heel rood te worden. Deze proeft echt als een peper. Vind je het lekker? Het doet pijn. Ja, dat denk ik ook inderdaad. Oh, wow. Wil je ook iets proberen? Nee, dank je. Weet je wat we gaan doen? Wow. Ik ben hier heel erg blij mee. Dus ik ga het hierbij houden. En dan gaan we door naar ronde 4. Weet je wat ik ga doen? Ik ga het gewoon, ik ga het hierbij laten. Ik denk dat dat pittig is. Oké. Dus, wat denk jij? Ik denk het. Ja? Ik hoop dat ik iets zoets heb. Oké, nou we gaan het zien. Oké, 3, 2, 1. Yes! Wat ben ik blij. Ik ben een winnaar geworden, jongens. Je bent een winnaar. Het staat je heel erg goed. Beeldig. Dit zijn hot Cheetos. Oeh, ik zie hier nergens hot op staan. Nee, ik ook nog even. Vraag me af of ze ook inderdaad wel echt heel pittig zijn. Of misschien niet, misschien valt het mee. Ik hoop gewoon dat het niet pittig is. Nee, ik hoop het ook. 3, 2, 1. Ha. Wow. Heel lekker. Dit is heerlijke chocola. Maar... moet het heet zijn? Nee. Dan weet je, volgens mij hebben alle twee echt ontzettend veel geluk. Want ik heb gewoon super veel chocola. En ik heb hele lekkere chips. Ja, die niet pittig was. Gelukkig. Ronde 5. Wie's beurt is? Jouw beurt. Ja. Oeh. Oh jeetje. Dit voelt heel... zoet? Weet je het zeker? Ik hoop het zeker. Nou ja, het is aan jou. Oké, aan jou ook zo. Ja, ik ga hem houden. We gaan het zien. En go! 3, 2, oh, wow. Oh, oh nee! Jongens. Wat? Dit is vreselijk. Kijk eens eventjes. Ik heb gewoon letterlijk een drol. Het is een chocoladepoepdrol of zo. Tenminste, ik hoop dat het chocola is. Nee, ik heb, hoe spreek je het uit? Jalapeno-peper? Jalapeno's. Nou, dat. Ze zijn wel echt pittig. Oké, super. Alsjeblieft. Is het gewoon chocola? Ja, het is gewoon, weet ik niet. Oké, zullen we weer tegelijk? Ja, is goed. 3, 2, 1. Ik ben maar zo heel heet. Ik heb ook een hapje genomen, maar het is wel heet. Oh, mijn tanden breken af. Wow. Je moet echt eventjes dit horen. Daar probeer ik nu een hapje van te nemen. Ik vind het niet zo heel erg lekker, dus weet je wat? Laat maar. Ronde 6. Oké, het is jouw beurt. Ik ga dus ruilen. Ik denk, ja, laten we dat gaan doen. Zo, ja. Ik hoop dat het een betere keuze is. En, go. Yes. Yay! Yes! Ik dacht dat ik je te slim af was, maar nee. Ik heb dit nog nooit gehad. Twizzlers! Ja, dat hebben ze volgens mij echt alleen bij de Yummy. Dat hebben ze echt niet in de Albert Heijn. Nee, ja, het zijn gewoon en, Amerikaanse snoepjes. Ze zien er heel mooi kleurrijk uit. Ja, echt een regenboog is het gewoon. Dit is een chips en er staat op Carolina Reaper chips. Die zijn heel heet, toch? Die zijn heel heet. En er staat zelfs een hete meter op. En die staat helemaal op het aller uiterste einde. Nou, weet je wat? Ze zien er op zich wel schattig uit. Dit zijn de Twizzlers. Ze zijn getwist. Ja, allemaal verschillende kleurtjes heb je. Dus dit is paars, je hebt rood. Dit is rood. En? 3, 2, 1. Ha. Oh, dat is fijn. Dat is lekker. Hoe is die? Ja, nu begint die pittig te worden. Ja, wow. Ik ruik het. Ja, het gaat wel. Het is wel lekker. Maar het is zo heet, jongens. Ja? Het is een soort van geslaagd. Vind je de Twizzlers lekker? Die zijn zeker lekker. Die zijn dus hartstikke goed gekeurd. Laatste ronde. Bibi, aan jou de beurt. Yes, ik mag kiezen. Dus ja? Even voelen. Heb ik een idee? Ik heb geen idee. Ik weet het echt niet meer. Ja, ik ga gewoon ruilen. Ja, ga je ruilen? Ja. Dit voelt zwaar. Ja, maar je hebt nu al gekozen. Dit voelt... ik weet niet. En... go. Nee! Ja! Sriracha saus. Dat is een hele hete, pittige saus. Ik heb mini Oreo's. Het ziet er echt super cute uit. Ja. Ik hou van Oreo's, dus ik ben echt zo ontzettend blij. Nou, daar gaan we. 3, 2, 1. Ha. Is het heet? Ik denk het wel aan de gezichten zien. Gaat het? Ja. Ik neem gewoon lekker nog eentje.
Ja, lekker, bedankt. Blijf er maar even in. Het was wel een hele leuke en spannende challenge. Dat klopt, vond ik ook. Ik wil je heel erg bedanken voor het meedoen. Ik vond het heel leuk. En dit betekent dat de challenge helemaal en hartstikke is geslaagd. Yes. Yes, als je dit gedeelte van de video ziet, dan betekent dat je hem helemaal tot aan het einde hebt bekeken. En dat kun je bewijzen door de vraag van vandaag te beantwoorden. En die is, wat is jouw favoriete snack? Vergeet daarbij ook zeker niet om nog eens eventjes te abonneren op Bibi's kanaal. Want ze maakt superleuke video's. En we hebben samen ook een hele leuke video gemaakt. Dus check die zeker eventjes. En dan zie ik je natuurlijk weer in de volgende video. Doei doei!